Wil je graag stap voor stap weten wat je moet doen om je grootste zangdoelen waar te maken? Wel, kijk dan even verder. Hallo, mijn naam is Maggie van zanglesmetmaggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Op een heel ontspannen manier, maar toch zonder je tijd te verspillen. Wil je graag het beste uit jezelf blijven bovenhalen? Abonneer je dan zeker op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Oké, vandaag is het een geweldig leuk onderwerp om in deze video te gaan bespreken. Wij gaan eens kijken welke stappen je moet ondernemen om je grootste zangdoelen waar te maken. Nu, dit is heel belangrijk voor mij, want in mijn zangstudio, elke leerling, elke zanger die binnenkomt, heeft andere doelen. Dus ik vind het geweldig om iedereen daarin te begeleiden en samen te werken aan die grote zangdoelen. En we komen stilletjes aan dichterbij bij velen. Dus deze stappen wil ik vandaag met jou delen, zodat jij ook thuis aan de slag kunt gaan en doelgericht kunt werken. Alright. Voor we erin vliegen, is het van essentieel belang om je stem op te warmen voor we gaan zingen. Dus download hieronder in de beschrijving mijn ultieme opwarming. Dat is een PDF en MP3 die je stap voor stap begeleidt om je stem op een heel gezonde manier op te warmen. Wanneer je dat hebt gedaan, kunnen we verder gaan. Oké, voor ik je mijn drie stappen meegeef om eenderd welk zangdoel te behalen, moet ik dit nog kwijt. Luister goed, hè, want dit is belangrijk. Wat tussen ons en het behalen van onze grootste dromen zit, heeft niets te maken met talent of geluk hebben, maar heeft alles te maken met hoe je problemen gaat aanpakken en welke beslissingen je neemt om die problemen op te lossen. Wow! Ik ga dat nog eens herhalen, hè. Wat er tussen ons en het behalen van onze grootste dromen zit, heeft niks te maken met talent. Dus dat wil zeggen, jij hoeft niet de beste zanger te zijn om je grootste zangdromen waar te maken. Dat is helemaal niet waar. Wat dat je wel nodig hebt, is doelbewust werken, juiste beslissingen maken en weten waar je naartoe gaat. Dus bij deze, de eerste stap voor het behalen van jouw grootste zangdroom is een visie. Ja, je moet een visie hebben. Je moet weten waar je naartoe gaat. Dus, we gaan dat direct in de praktijk brengen. Neem een blad papier erbij. Of als je er eentje hebt, je zangdagboekje. En schrijf daar eens in wat je visie is als zanger. Wat zijn jouw grote zangdoelen? Ik weet zeker dat iedereen wel een doel heeft tijdens het zingen. Of als persoon. Of dat kan misschien zangtechnisch zijn. Ik wil hoger kunnen zingen. Ik wil luider kunnen zingen. Ik wil met minder spanning kunnen zingen. Of ik wil zoals Beyoncé kunnen zingen. Weet ik veel. En al die zangdoelen, schrijf die op. Neem even 3 minuten de tijd uit je drukke dag om dat nu op te schrijven. Wist je dat je 42% meer kans hebt op succes als je je doelen opschrijft? 42%, dat is mindblowing, dat is veel, hè? En het enige wat je moet doen daarvoor is om je doelen op te schrijven. Hoe geweldig is dat? Dus schrijf het op, pauzeer de video, schrijf het op en dan gaan we verder. Jouw tweede stap om je grote zangdoelen waar te maken is deze. Gewoontes. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we hebben allemaal gewoontes. We staan op. Het eerste wat je doet is misschien op Facebook gaan scrollen. Of Instagram, wie weet. Voordat je gaat ontbijten. Ik weet het niet. Iedereen heeft wel gewoontes. Nu, het is aan ons om die dagelijkse gewoontes te gaan heel lichtjes aanpassen om ons groot doel waar te maken. Ik geef u een voorbeeld om het allemaal wat duidelijker te maken. Stel dat uw doel was, ik wil die hoge noot die Mariah Carey daar kan zingen. Ik wil dat ook kunnen. Ik wil zoals Mariah Carey kunnen zingen. Dat is een prachtig doel.
Oké, eens je dat groot doel hebt, dat is een heel mooi doel, je hebt het opgeschreven, laat je dat even liggen voor wat het is. En moet je eens gaan kijken welke kleine dagelijkse gewoontes dat je moet beginnen ontwikkelen om dat groot doel te behalen. Dus, wij willen zoals Mariah Carey kunnen zingen in dit voorbeeld. Wat zou een gewoonte kunnen zijn? Wel, dat je 10 minuten per dag vrijmaakt om te zingen. Want als je niet oefent, dan geraak je er nooit, hè? Dus als je 10 minuten doelgerichte oefeningen gaat zingen om hoger bijvoorbeeld te kunnen zingen, dan ga je stap voor stap wel die hoge noot kunnen gaan halen en dus zoals Mariah Carey gaan zingen. Ja? Dus denk eens na, hè, neem je zangdagboekje er terug bij, denk eens na welke gewoontes je zou moeten ontwikkelen om jouw groot doel, die je daarnet hebt opgeschreven, te behalen. Pauzeer deze video, schrijf het op en dan gaan we verder. Oké, de derde stap om je grote dromen waar te maken is deze. Actie. Dat had je niet verwacht, hè? Het spreekt vanzelf, maar alles wat we nu aan het opschrijven zijn, je doelen en je gewoontes, die moeten we natuurlijk in actie gaan zetten. En hoe doen we dat? Door je kalender erbij te halen en op te schrijven, op die dag doe ik dat. Een voorbeeld. Ik ben nu hier tegen jou aan het praten. Ik ben een video aan het maken over mijn doelen. Wel, ik heb ook grote doelen, grote dromen. Ik heb die allemaal opgeschreven. Ik begin die gewoontes onder de knie te krijgen. Maar om deze video op te nemen, heb ik in mijn agenda tijd moeten vrijmaken. Ik heb opgeschreven, op die dag ga ik die video's opnemen, zodat ik ze op tijd kan uploaden op YouTube. Snap je? Dus als je dat niet opschrijft, en dat is echt waar, bij de meeste mensen zo, dan komt het er niet van. Als het niet in je agenda staat, komt het er niet van. Klein wist je dat je. Als je het zegt aan iemand dat je een bepaald doel in een bepaald tijdstip gaat behalen of naartoe werkt, heb je 65% meer kans om dat doel te behalen. 65%, dat is enorm. Dus, we gaan dat hier allemaal direct in de praktijk brengen. Want ik wil jou helpen om resultaten te boeken. En dat doen we door in actie te schieten. Schrijf hieronder in de comments wat jouw zangdoel is en welke gewoontes je gaat ontwikkelen om die zangdoelen te behalen. Het is allemaal mooi en wel om hier naar te luisteren en inderdaad die zangdoelen een keer daarover te beginnen dromen, maar we moeten het concreet maken. Dus schrijf het hier in de comments op en ik zal jouw zangbuddy zijn die je verantwoordelijk houdt om die zangdoelen waar te maken. Deal? Schrijf het op. Oké, ik hoop dat je deze video leuk vond. Was dat het geval, geef mij dan zeker een like of een dislike. Dat mag ook, maakt niet uit. Dat kies je helemaal zelf. Ik kijk er naar uit om jou volgende week terug te zien. Dag! Zangles met